Hampshire F. Balko in het buitenste spoor. Die maakt terreinwinst en die gaat zich nog bemoeien met de zaak in het front. Ook Heuwings win-win lijkt zijn laatste woorden nog niet te hebben uitgesproken. Daar valt de leider terug als een steen in het water. En dat is Arène Lorraine. Die moet plaatsmaken voor anderen. Zo gaan we dan de laatste rechte lijn in. En dan is het daar Rotshot Rob met Hampshire F. Balko. Zo gaan we dan de laatste 100 meter in. En de paarden komen dan ja, toch wat naar de buitenzijde toe. Hampshire F. Balko probeert op te rijden tegen Hotshot Rob, Hotshot Rob. Hampshire F. Balko, Hampshire F. Balko meteen. Laatste poging. En die lijkt te slagen. Hampshire F. Balko voor Hotshot Rob. En Heuwings win-win. Vijf jaar is hier deze donkere bruine hengst. Kentap Hall uit Shea Boko. Een Duits gefokte draver. Bezit van stal PD. Bas Krebas de trainer. Geweldig gereden door Misha Brouwer. Hampshire F. Balko, de voorlopige winnaar van koers 10. En we danken de vrienden van de Swiependij. Naar deze groep is de tiende koers vernoemd. En Martin, is die officieel? Ja, hij is nu officieel. De winnaars, Hampshire F. Balko, Misha Brouwer. Wederom een mooie tijd. 21 rond. 21 rond is een mooie tijd, Misha. Maar wat vooral, denk ik, jou goed moet doen, is dat hij echt karakter toonde. Ja, ik Bas zei, rij een beetje zo zuinig mogelijk en wacht tot het laatste stukje. Maar ik zag het die vakje even net, die verloor zoveel meters in de bocht. Ik denk, wil ik ook niet achterblijven. Ik denk, neem wat onderweg en het pak goed uit. Ja, je had hem natuurlijk al 2 keer gereden op het gras dit jaar en daar was hij denk ik ook al aardig goed. Ja, op het gras voert hij zich gewoon een klasse beter en is het natuurlijk net een niveautje lager. Ja, en je ziet dat hij heeft kracht genoeg om het zelf te doen zo. Mooie dag om te winnen. Ja, mooie dag om te winnen hier. Ja. Zeker weten, mooi weer. Genieten. Misha Brouwer, hij slaat toe. Man die geweldig ertussen staat in het klassement ook. Hij wint verschrikkelijk veel koersen. Hij is dan ook verbonden aan een zeer goede stal. En we zien dat Hampshire F. Balko nog vol dadendrang zit. Je kunt in de handen, dames en heren, voor de laatste winnaars van vandaag. En daarna zijn de laatste woorden aan Martin de Waal. De baan op, standby. En de start is gevallen. Paarden zijn vertrokken voor de laatste koers. En na de start Hotshot Rob aan de buitenzijde daarvan komt nu Arène Lorraine naar voren. En Arène Lorraine neemt de leiding. Naar de tweede plaats is het dan aan de buitenzijde Heuwings win-win. En aan de binnenzijde Hotshot Rob. Dit drietal heeft een paar lengte voorsprong op Fakir Fanatic. Daarachter volgt aan de binnenkant Eden's Boy. Zo zijn we dan in de rechte lijn voor de tribune. Achter deze deelnemers is het dan... Uitgeschakeld, nummer 7, 7 galop. El Salsa wordt uitgeschakeld. Hampshire F. Balko maakt een plaatje goed. En zo zijn we dan voor de tribunes. En gaan we dan de eerste doorgang beleven. Met aan de leiding aan Lorraine. Op de tweede plaats Hotshot Rob. Uitgeschakeld, nummer 9, 9 galop. 9 Bikini Galaxy uitgeschakeld. We gaan de ijsclubbocht door op weg naar de overzijde van de baan. Met nog altijd Arène Lorraine voor Hotshot Rob. Heuwings win-win en Fakir Fanatic. Dat zijn nog altijd de aanvoerders als de paarden achter de tent weer vandaan komen. Daarachter volgt LK Dupuis, geplankeerd door Eden's Boy. Verder weg in het veld is het dan Hampshire F. Balko. En achter Hampshire F. Balko hebben we aan de binnenkant nog Jaap van Rijn met Foppe H. Twietel. En we gaan dan nu weer de stalbocht in. En dat doen we met nog altijd diezelfde leider. En dat is Arène Lorraine. Arène Lorraine met Eline Jansen heeft een lengte voorsprong. Hotshot Rob en Niels Jongejans liggen in tweede stelling. En daarachter is het dan aan de binnenkant Heuwings win-win met Tom Kooijman. Aan de buitenzijde Sietske de Vries met Fakir Fanatic. Dat zijn op dit ogenblik de best geplaatste paarden. Als we ons gaan opmaken voor de laatste ronde. Vanuit het achterveld probeert nu ook Hampshire F. Balko wat terreinwinst te boeken. We gaan de laatste herhaling ronde uitgeschakeld nummer 7. 7. Even.
We gaan de IJsclubbocht door op weg naar de overzijde. Arend Loree nog altijd die lengte voorsprong. Hotshot erop tweede. Daarachter is aan de binnenzijde dan Heuwings win-win. Aan de buitenzijde is nu Hampshire F. Boko aan het oprijden. Halverwege de rechte lijn aan de overzijde zijn de paarden. En dan komen we straks in de finale fase. Maar nog altijd aan de leiding Arend Loree. Met een lengte voorsprong op Hotshot erop. Hampshire F. Boko in het buitenste spoor. Die maakt terreinwinst en die gaat zich nog bemoeien met de zaken in het front. Ook Heuwings win-win lijkt zijn laatste woorden nog niet te hebben uitgesproken. Daar valt de leider terug als een steen in het water. En dat is Arend Loree. Die moet plaatsmaken voor anderen. Zo gaan we dan de laatste rechte lijn in. En dan is het daar Hotshot Rob met Hampshire F. Boko. Zo gaan we dan de laatste 100 meter in. En de paarden komen dan ja, toch wat naar de buitenzijde toe. Hampshire F. Boko probeert op te rijden tegen Hotshot Rob. Hotshot Rob. Hampshire F. Boko. Hampshire F. Boko meteen. Laatste poging. En die lijkt te slagen. Hampshire F. Boko voor Hotshot Rob. En Heuwings win-win.